Goedenavond allemaal. Welkom op de vierde aflevering van ons tweede seizoen met Artist Talks. Door het MUCA georganiseerd in samenwerking met de vooraanstaande Antwerpse galerieën. Vandaag hebben we het genoegen en ook de eer, vind ik, om te spreken met Henk Fish, hier naast mij. En dit naar aanleiding van zijn solotentoonstelling, die momenteel loopt bij de Team van Laren Gallery, die we ook danken voor haar medewerking aan deze avond. En die tentoonstelling die loopt nog tot 29 november. Ze heet Unguided Tours. En het is de vierde solotentoonstelling van Henk Fish bij Team van Laren's Gallery. Henk Fish is bekend als tekenaar, grafisch kunstenaar en ik denk toch vooral ook als beeldhouwer. Is geboren in 1958 in Eind. Nee. 1985, dat kan niet. Nee, wat is het dan? 50? Waar heb ik dat dan verkeerd gelezen? Overal? Geen enkel idee. Ah, tja, dan moet ik dan eens checken. Oei. Maar een 8 is een aantrekkelijk getal. Ja, en ik vind het een mooi jaar om geboren te worden, 58. Ja, denk het, ja. De wereldtentoonstelling, de Sputnik. Ja. Het is 50 dus. Oké, okay, dan neem ik even mee. In Eindhoven, en dat is wel juist. Ben ik ook wel blij, omdat het 50 is, eerlijk gezegd. En geen 58. Ah, oké. Okay. Dan had ik 8 jaar minder geleefd. Ja. Dus dat is geen plezierig idee. Ja. Dat ik mijn hele jeugd verkwist heb eigenlijk. Die 8 jaar niet bestaan heb. Ja. Stel zou je voor, heel vervelend zijn. Waar zou die zijn? Die zou acht heel jaar? Vervelend zijn, ja. Kunnen belangrijke jaren geweest zijn. Ja. Henk Fish werd in het begin van de jaren 80 brak die door met sculpturen. En dat was een beetje ten tijde van de nieuwe schilderkunst en de nieuwe figuratie in de kunst. Hij heeft geparticipeerd aan tentoonstellingen eigenlijk in heel de beschaafde wereld ongeveer. In musea en galerieën. Nou, de wereld is niet zo beschaafd. Wel, nee. Dus, dat varieert ook van tijd tot tijd. Heb ik die de wereld is niet zo beschaafd, ja. Nee. Maar zijn werk zit ook in diverse collecties, publieke collecties van musea. Zijn werk was ook heel vaak in België te zien. Je hebt duidelijk wel een band met het Belgenland. Dit voorjaar alleen al was er een presentatie in het Middelheim Museum, in het Braampaviljoen, die ik tot mijn schande niet gezien heb. We hebben het er al over gehad. Ze was voorbij voor ik het wist. Dit tentoonstelling heette precies zoals ik het me herinnerde. En naar aanleiding daarvan is deze fraaie publicatie ook verschenen, waar we het nog over kunnen hebben. En dit najaar nam hij ook in Antwerpen deel aan een heel boeiende groepsentoonstelling, A Paris Not a Collection, in LLS 387. En daar toont Henk Fish samen met andere kunstenaars stukken van andere kunstenaars uit zijn collectie, zijn particuliere collectie. Goed, vandaag gaan we babbelen. Ik ga even proberen wat beelden. De bedoeling is dat die beelden eigenlijk spontaan lopen. Ah ja. En dat we ze zowel als behangpapier gebruiken als aangrijpingspunt om te spreken. Het zijn beelden van je tentoonstelling momenteel bij Team van Laren. En mijn eerste vraag is eigenlijk, Henk, die Unguided Tours. Dat is een hele mooie poëtische titel. Is het alleen maar poëzie of bedoel je met Unguided Tours ook iets specifieks? Ja, er is bijna niks 100%, dus ook een titel niet. Hè? Mm-hmm. Dus... Dus ik bedoel natuurlijk een heleboel specifieke dingen. Je kunt nooit iets bedoelen 100%. Hè? Omdat je niet weet wat je bedoelt. Maar de titel zegt heel eenvoudig Unguided Tour, dus een niet begeleide tocht. Hè? Mm-hmm. En het is eigenlijk heel zeldzaam dat je zonder begeleiding leven kunt. De meeste mensen, wij allemaal, leven onder volledige begeleiding. He? We hebben allemaal een moeder gehad, he? Of hebben die nog, of hebben anders een vader of een oom of een broer enzovoort, en de school en noem maar op. He? De dokter, de auto, de fiets, we worden allemaal voortdurend begeleid op platte gronden. De overheid. Ja. De overheid. En dan hebben we ook nog ideeën in ons hoofd die ons sturen. He? En dat zijn er ook een heleboel. Ik dacht, nou, waarom zou je daar eigenlijk niet eens van af kunnen, van al die... begeleiding. Mm-hmm. Maar dat gaat niet. Mm-hmm. Maar je kunt dus dan, dat is eigenlijk de titel, bijna al mijn titels verwijzen naar iets wat niet kan. Dus een unguided tour is eigenlijk bijna een onmogelijkheid om onbegeleid de wereld door te gaan. Mm-hmm. Dus het is, mm-hmm. het is specifiek, maar het is ook veelomvattend. Ja. Zegt het ook iets over jouw manier van werken zelf, unguided tours? Is het een metafoor voor je eigen praktijk als kunstenaar? Gedeeltelijk wel, omdat je niet weet wat je doet. Hè. Ik heb nog nooit een kunstenaar gesproken die weet wat hij doet. En dat is echt waar.
Dat is absoluut waar. Dus kunstenaars weten nooit precies wat ze doen. En er zit een element in van, officieel noemen ze dat onderzoek, maar dat is een veel te groot woord voor iets wat je doet, wat je dan niet weet. Hè? Waarvan de uitkomst niet weet. Experiment is ook te deftig, want je hebt geen onderzoeksveld. Dus het komt erop neer dat je je tijd doorbrengt. En die tijd is af en toe dus unguided. Is af en toe gewoon niet begeleid. Hè? Dat is een tijd die niet begeleid wordt door een klok bijvoorbeeld. Of die niet begeleid wordt door een raar ritueel van... nu moet ik thee hebben, of nu moet ik een sigaret hebben, of nu moet ik opstaan of zo. Je hebt soms tijd die dus los is. Mm-hmm. En dat is gewoon de praktijk van het bestaan. Daar hoef je niet een kunstenaar voor te zijn, maar om dus je te vervelen, want zo kun je het ook noemen. Een kunstenaar is eigenlijk iemand die zich perfect vervelen kan. Hè? Ja. Ja, zinvolle verveling of zoiets. Ja, of, en dat weet hij ook nog niet eens. Hè? Dat moet achteraf nog maar blijken. Hè? Mm-hmm. Dus ik kan verklappen dat het vaak zinloos is. Mm-hmm. Ja. Oké, okay. Zin, ja. Ook dat nog. Ja, ja. Mm-hmm. Ja. Maar goed, ja. Het is je vierde solotentoonstelling in deze galerie. Ja. Hoe ga je doorgaans te werk als je zo'n ruimte met je werk moet vullen, bij wijze van spreken? Creëer je werken met deze ruimte in je achterhoofd? Of heb je die werken puur autonoom gemaakt en moet je die dan op het einde beginnen plaatsen? Hoe moet ik me dat voorstellen, zo'n opbouw? Ja, dat is een thema, Johan. Dat is echt cruciaal. Dat is echt wezenlijk. Hè? Ik heb ook nooit het gevoel dat de beelden toevallig staan. Dus ik voel heel duidelijk dat eraan gewerkt is aan de opstelling. Voor mij is het maken van van beelden niet echt een probleem. De meeste kunstenaars kunnen wel iets maken, schilderen, wat dan ook. Maar een tentoonstelling, dat is iets moeilijks. Dat is iets vreselijks moeilijks. Dat is een ongelooflijk thema. Ten eerste is het een tentoonstelling is de overdracht van... is een afscheid, is een ritueel van afscheid. Hè? De kunstenaar neemt afscheid van het werk en draagt het eigenlijk over aan... Ja, aan iedereen. En die kent hij niet, dus hij moet er het beste maar van hopen. Dus eigenlijk moet mijn kunstenaars best wel waarderen dat ze een tentoonstelling maken. Omdat ze toch eigenlijk zich blootgeven, overgeven aan een... Aan ze weten niet wie, hè. Dus de kunstenaar is op het moment van de presentatie van zijn werk eigenlijk volledig naakt. En het zou mooi zijn als de toeschouwers ook naakt zouden zijn. Die zijn het ook meestal. Die zijn het ook echt. Die stellen zich open voor het werk. Dus het is een heel beladen ritueel eigenlijk. Voor mijzelf is het ook een moment van afscheid. En dat is niet, dat is eigenlijk niet poëtisch bedoeld, maar dat is echt zo. Zeg maar, het is echt, ik scheid me af van die werken. Ik heb er niets meer mee te maken. Dus je hebt bijvoorbeeld een tijdje lang met deze beelden in je studio doorgebracht. Ja, en fysiek neem je dan ook letterlijk afscheid. Je haalt ze buiten. Ik heb een intieme band als ik werk. Dat kent iedereen, als je iets doet, dat is intiem. Hè? Ook als je schrijft, dan beweeg je je hand. Dat is een hele intieme wereld waarin je je plotseling bevindt. Omdat je je verbindt met iets. Hè? Je verbindt je met iets wat buiten je is. Dat is eigenlijk heel, heel moeilijk. Hè? Maar je doet dat zorgvuldig en dat is een hele intieme wereld, stap je dan in. En daar zit je in als je met kunst bezig bent. Want kunst houdt zich bezig met het eerste contact met de wereld, zeg maar. En als je dat opgeeft, is het als een liefdesrelatie die uit is. Dus dat zijn pijnlijke momenten. Vervolgens moet je dat voor een tentoonstelling terzijde laten en moet je kijken, wat heb ik nou gemaakt? Dus je wordt eigenlijk de eerste toeschouwer en dat is een hele belangrijke rol opeens. En ik vind dat heel fijn eigenlijk. Ik vind het eigenlijk veel fijner om een toeschouwer te zijn dan een maker. Omdat ik als toeschouwer van mijn eigen werk dan... Hè? Ik hou ook veel meer van werken van andere kunstenaars dan van mijn eigen werk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik vind wat andere kunstenaars doen altijd veel interessanter dan mijn eigen werk. Dus ik ben eigenlijk een hele goede toeschouwer. Mm-hmm. Ik zou me kunnen verhuren, zeg maar. Mm-hmm. Maar eigenlijk wat je zegt is dat je zelf een beetje afstand nodig hebt ten opzichte van je eigen werk om ze te kunnen plaatsen in de ruimte. Nou, die afstand heb ik niet nodig, maar die is... onvermijdelijk, hè? Dat is eigenlijk wat zo erg is. Wat had ik die man nodig? Ik heb hem liever niet nodig, maar dat is wat er gebeurt. Hè? Je bent losgeraakt van dat werk. En dan komt de tentoonstelling en dan opeens moet je een hele verstandig iemand worden die gaat kijken, wat wil ik laten zien? En dan natuurlijk
wordt het heel serieus. En dan kijk ik naar de ruimtes, naar de hoogtes, naar de breedte, naar de vloer, naar de textuur, naar de kleuren, naar die zwarte plint bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat toch wel een probleem is, vind ik. Maar ook weer een beetje opgelost is. Snap je, er zijn ongelooflijk veel dingen die dan opeens de rol spelen. De verhouding tussen de breedte en de hoogte bijvoorbeeld. En, anderzijds, na drie tentoonstellingen ken je deze ruimte waarschijnlijk al wel als je broekzak een beetje. Dat valt tegen. Heb ik gemerkt dat heel erg vreemd is. Dat die, mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik zie er ook andere tentoonstellingen. En dan wordt eigenlijk die ruimte weer anders. Mm-hmm. Dus het is... Ik heb niet geleerd van die drie voorgaande tentoonstellingen. Eigenlijk niet. Mm-hmm. Het is, wat ik nu wist bij deze tentoonstelling was die eerste ruimte. Daar wilde ik een heel groot werk hebben, wat heel dominant dat was. Ik wilde absoluut niet werken wat één werk met een ander werk daar hebben in die ruimte. Ik wilde niet een dialoog hebben tussen werken. Ik wilde daar een heel zware... mededeling doen eigenlijk. En dat is het eerste werk geworden, die Unguided Tours. Ja, die komt, dat is eigenlijk dit werk, maar dan in het groot. Ja. Ja. En deze sokkel heeft eigenlijk ongeveer de kleur van het mm-hmm. werk. Dat was het eerste werk wat we zien. Ja, over die kleur gaan we het zo dadelijk ook nog even hebben. Ja. Mm-hmm. Je kunt ook zeggen dat zeg maar die zwarte lijn, wat toch wel een zware zwarte lijn is, dominante zwarte lijn, die heeft wel gezorgd dat daar een sokkel kwam eigenlijk. Hè? Dus dat is... Nu, op de foto doet die lijn het heel goed, vind ik. Nee, ik vind hem nog steeds niet goed. Nee, niet goed? Okay. Nee, ik vind hem... Sorry. Ja. Zijn er ook bepaalde werken die je niet getoond hebt nu in deze tentoonstelling, omwille van de ruimte? Die je bijvoorbeeld wel in je studio hebt staan en die recent zijn en die klaar zijn? En... Ik heb eigenlijk heel... ik heb altijd meer werk dan ik toon. Maar dat is niet een werk wat ik per se had willen tonen, wat ik niet getoond heb. Eerder andersom eigenlijk, werken die ik niet wilde tonen, die ik dan toch getoond heb. Oké. Okay. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Restore Justice in the Name of Art. Dat is denk ik de volgende. Ja. Mm-hmm. Is dat een welke sticker? Dat werkt niet. Hij zal wel lopen. Ja, dan moeten we ons er ook niet mee bezig. Justice in the Name of Art, ja. Dat werk had ik niet willen tonen, maar... En waarom is het er dan wel gekomen uiteindelijk? Opdringerige galerist. Oké, okay, ja. Die hebben ook iets te zeggen af en toe. Ja. Met een opdringende galerist met visie. Ja. En een argument, ja. Ja. Mm-hmm. Okay. Het punt was, ik was erg onzeker over dat werk. En ik dacht, nou, dat laat ik hem niet eens zien. Maar Tim, die zag waarschijnlijk onmiddellijk dat ik iets niet wilde laten zien. En dan wordt het interessant. En dan wordt het interessant. Ja. Nou is het nog heel grappig eigenlijk dat ik nu ook... Of in januari een tentoonstelling, meedoen aan de tentoonstelling over werken met schetsen. En ze vroegen me of ik schetsen had. Nou, ik heb nooit schetsen, want als ik werk ik meestal één op één. Dus wat ik doe, dat is het dan. Hè? Dus het is niet zo dat ik van tevoren iets doe en dan denk, nou ga ik het maken. Mm-hmm. Meestal begin ik gelijk te maken. Dus ik heb eigenlijk zodanig geen schetsen. Maar ik heb wel werken die ik maak en die ik maak... waarvan ik helemaal niet weet waarom ik ze doe. Kijk, de meeste werken weet ik niet helemaal, maar ik heb ook werken waar ik helemaal niet weet. Waar ik echt denk, hou maar op. En dat heb ik ondertussen geleerd, dat je dat nooit moet doen. Je moet nooit ophouden, je moet gewoon daarvan kunnen genieten. En dat zijn kleinere werken en die ga ik nu wel als schets tonen. Dus dat is toch wel een gevolg van deze tentoonstelling. Die werken Restore Justice in the Name of Art. Mm-hmm. Jij gaat vragen natuurlijk naar de titel nu, waarom Restore Justice in the Name of Art? Goeie vraag, ja. ik weet het niet. Maar ik vond het zo... kijk, dat zijn kleine werken, we zullen ze dadelijk denk ik wel zien. En die werken, die hebben geen volume. Zijn het die dingetjes die tegen de muur staan? Ja, precies. Zo assemblage-achtige. Assemblages, eigenlijk breekbare... Collage-elementen. Collage, bricoleren noemen ze dat, denk ik. Hè. Ja. Bastelen in het Duits, in elkaar knutselen. Geknutselde dingetjes. Maar we moeten ook niet... Dunk het over te doen. Het zijn toch hele straffe werkjes. Het zijn volwaardige werkjes. Hele serieuze werkjes. Maar wel hebben ze dat karakter omdat ze geen volume hebben. Mm-hmm. Een werk wat volume heeft is ongelooflijk dankbaar, omdat je onmiddellijk de sensatie hebt van lichamelijkheid, mm-hmm. omdat wij ook een volume hebben. Werken die dat niet hebben, die moet je veel meer, daar moet je veel langer naar kijken. Die zijn veel associatiever vaak. Mm-hmm. Die zijn minder betrokken op het lichaam. En het lichaam is onmiddellijk herkenbaar. Wij kennen ons eigen lichaam en wij kennen de sensaties. Dus bij een volumewerk heb je heel snel contact. Mm-hmm. Omdat je ook je eigen lichamelijkheid kunt projecteren daarop. Mm-hmm. Met werken die dat niet hebben, is het vaak veel lastiger. Zo'n die collages, ik hoop dat ze nu... Nee.
Ze duiken wel op, maak je geen zorgen. Wat? Maar dit is ook een mooi werk, hoor. Ja, dit is heel mooi. Dit is ook een werk. Ja. Want dit is gewoon een bank om op te zitten, met z'n tweeën. Ik wil zo graag in elke tentoonstelling, ook als ik rondloop in musea, ik wil zelf heel graag gaan zitten om heel rustig te genieten, alsof je buiten in een park zit. Het is dus een echte bank. Ja, het is niet een sculptuur in de vorm van een bank, het is een echte bank. Ja, het is net zoveel bank als sculptuur. Hè. Je mag er effectief op gaan zitten? Ja. Toch wel? Mag je dat ook van een galerist? Ja, absoluut. Okay, ja. Okay, daar is het voor bedoeld. Hè. Het is eigenlijk een bank om op te zitten. Ja. Mm-hmm. Dus vroeger had je van die schilderijtentoonstellingen, had je de museazalen met een lambrisering. En daarboven hingen de schilderijen, bijvoorbeeld in de 50-jaren, 60-jaren. En dan had je in het midden een bank. Mm-hmm. Daar zat er ook de radiator in van de verwarming. Ja. Was meestal een rood fluweel ja, of zo. Ja, prachtig. Dat is eigenlijk prachtig. Mm-hmm. En je zit daar warm. En mijn ideaal is om te lopen en dan te zitten. Gewoon te zitten. En te wachten eigenlijk. En kunst is een heel dankbaar iets als je wilt wachten. Museum is eigenlijk een wachtkamer voor mij. Hè? Dus, maar ja, zonder stoelen is het slecht wachten. Hè? Mm-hmm. Hè? Dat is heel vervelend wachten. Dus ook bijvoorbeeld hier in dit prachtige museum met een hele bijzondere tentoonstelling van die Russische kunstenares. Je moet staan, hè? Je moet staan. Je bent helemaal alleen in die immense lege ruimte. Je moet naar de muren zien te komen, alsof je eigenlijk... alsof je eigenlijk een drenkeling bent, zo voel je je in die ruimte. En je moet maar naar die muren toe, want daar is het te doen. Hè? En, dan, mm-hmm. en vervolgens sluip je dan zo langs die muren, tegengehouden door een witte lijn. Hè? Mm-hmm. Waren er nou banken geweest, dan had je even kunnen gaan zitten en kunnen gaan kijken. Mm-hmm. Dus ja. ik ben voor dat men wacht, dat je veel kunt wachten in een museum. En niet, lopen is actie, ja. Stilstaan is vermoeiend. Hè? Ja. Is ook niet echt fijn, want je ontspant niet. Je zit helemaal gespannen, omdat je je benen moet spannen. Dus ik ben voor banken in het museum. Ja, het zal ook een langzamer proces met zich meebrengen. Ja, precies. Je en, tijd nemen. Precies. Ja. En je krijgt al heel snel, als je zit, tenminste ik krijg een gevoel van over landschap, heel vreemd. Mm-hmm. Als ik zit, dan ontstaat er eigenlijk, dan openbaart de wereld zich aan mij als een landschap. Ja. En dat is eigenlijk heel dankbaar, want in het landschap is dan van alles te zien. Meestal in een museum is dat meestal kunst. Ja. Mm-hmm. Ja. Als ik bijvoorbeeld in het Louvre ben, waar ik soms ga wandelen. Dan heb je ook kilometers lange zalen. Ja, natuurlijk. Maar ik ga dan niet dat museum bezoeken. Nee, dan zeg ik ga wandelen. Mm-hmm. En dan loop ik onder al die zalen heen en ik kijk helemaal niet naar die kunst. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel erg aangenaam. Dus te weten dat er overal fantastische werken zijn. Ik hoef me maar om te draaien en daar is een fantastisch werk. Net zo min als je in een bos elke boom gaat bekijken. Precies, hè? Ja. Terwijl die elke boom is natuurlijk de moeite waard om een dag bij te zitten en te mediteren. Elk blaadje is de moeite waard. Alleen, wij lopen toch maar door. Hè? Mm-hmm. Op zoek naar een eikeltje of een bijzondere paddenstoel. Maar zo in zo'n museum is het natuurlijk fantastisch dat je gewoon maar rondloopt alsof je in een landschap bent. Mm-hmm. En je weet dat er alles is. En dat is eigenlijk het rustgevende van wat de kunst kan geven. Hè? De kunst geeft rust omdat het zekerheid geeft over ons tijdelijke bestaan. Kunst blijft en wij gaan. Hè? Mm-hmm. Toen ik je tentoonstelling bezocht, nam ik zoals gewoonlijk een zo'n briefje mee dat daar lag, hè? Een soort perstekst is het, of een publiekstekst of zo, hè? In de hoop iets te weten te komen. En jouw tekst is eigenaardig, het is een gesprek tussen jou en Vasily Wels, zeg je dat goed? Ja, absoluut. Ja. En de conclusie van die tekst, dat is een beetje een verslag van een telefonisch gesprek met die man, is dat er eigenlijk over kunst niet echt gesproken kan worden, heb ik de indruk. Er spreekt een soort onmacht uit de tekst. Hè. Hij heet Boven een afgrond van tijd, heet die tekst. Hè. Dus het gaat ook over het feit dat jouw vriend niet in staat was om een tekst voor jou te maken voor de tentoonstelling. En uiteindelijk heb je dan die onmacht in een eigen tekst gegoten. Ja. Maar ik voel ook iets van een onmacht van jouw kunst ten opzichte van een wereld waar onthoofdingen plaatsvinden. Ja, precies. En waar... Ik vraag me altijd af hoe je kunt... Ik vind het een hele mooie, eerlijke, diepzinnige tekst, maar ik voel heel veel onmacht. Onmacht van kunst om met de huidige wereld om te gaan, maar ook onmacht van ons om met de kunst om te gaan. Bijna. Ja, dat is ook zo, ja. En toch spreek je fantastisch over je werk en je schrijft ook heel mooi. Zit daar niet ergens een paradox in? Dat je toch heel goed, jij dan persoonlijk, met woorden, je titels, je teksten... Het een sluit het ander niet uit. Ja. Maar het een sluit het ander niet uit. Ja, blijkbaar. Maar bijvoorbeeld,
kunst is iets wat... kunst toont een omgang met de wereld. Hè? Het zegt iets over onze wereld. Hè? Altijd. Hè? Het is altijd een gevolg van de omgang met de wereld. Wat er aan de hand is. Wat er te lezen valt. Wat er te horen valt. Wat er te weten valt. Wat er te ervaren is. Dat wordt op een of andere manier in een kunstwerk zichtbaar of ervaarbaar. Dus het zegt iets over de omgang met de wereld. En de kunstenaar is daar gedoemd. Hè? Omdat dat is eigenlijk wat hij doet. Hè? Maar het pijnlijke is nou dat je, en dat is wel vreemd, daarom wordt er ook heel vaak gesproken over poëzie en kunst. Maar bijvoorbeeld politieke problemen krijg je eigenlijk niet. Daar kun je eigenlijk met de kunst niet. De kunst schiet tekort. En dat is eigenlijk waar die tekst over gaat. Dat, kijk, die Wassily, ik vraag van die Wassily wel, dat is een kunsthistoricus uit Petersburg. Met de initialen van mijn auto. Althans, de auto die ik had toen ik hem leerde kennen. Volkswagen, voor het goed begrip. Passat, omdat het westenwind is. Hij heeft heel vaak over mij geschreven al. Hij heeft mij bezocht in een studio. En hij zegt de fantastische dingen. Hij is geletterd. Hè? Hij is geletterd. De regisseur, de literatuurstudent. Die drie hoog woont in de Prospect in Petersburg. En die dus heel goed wel bespraakt is. En heel goed iets over mijn werk kan zeggen. Maar van het moment dat ik hem niet over de politiek vraag. Om dat te verbinden dan met mijn werk, dan kan hij dat niet. Terwijl ik zelf daar wel mee bezig ben. Ik vind dat heel belangrijk. Maar ja goed, dat is een dilemma wat je overal ziet. Je kan het alleen maar heel indirect kun je iets een politiek statement geven. Politieke kunst bestaat eigenlijk niet. Natuurlijk zul je nu zeggen, elke kunst is impliciet politiek. En dat is ook zo. Maar daarom kan Wassily, ik verwijt Wassily, ik neem hem dat kwalijk, dat hij daar niks over kan zeggen. Dat was een beetje pijnlijk, want zijn moeder was net dood. Dus dat is niet zo leuk van mij, maar goed. Nee. Zo gaat het nou eenmaal. Het staat er ook allemaal in. Ja. Zo staat het in die zin is het een heel mooie tekst. Het is niet een harmonische relatie, maar we hebben het weer goed gemaakt. Mm-hmm. Ja, we hebben het heel goed zelfs. Ja. Ja. Toen ik jouw tentoonstelling zag, had ik het gevoel, dit is een Henk Visch tentoonstelling zoals ik ze al ken en gezien heb. Jouw werk individueel is heel uiteenlopend, hè, van monolithische, heel figuratieve sculpturen tot inderdaad... heel schetsmatig ogende, collageachtige, gebricoleerde, ready-made objectjes. Ja. Hè? Mm-hmm. Bespeur je zelf, of geloof je zelf, in vooruitgang in een oeuvre? Of denk je dat dat een illusie is? Verandering, vooruitgang voor een kunstenaar? Ja, ik denk want dat ik herken heel veel van jouw werk. Een Henk Visch herken je meteen, en ook een Henk Visch tentoonstelling, en dat is goed bedoeld, herken je meteen. Je hebt een soort signature style, zoals men dat zegt. Ja. Kijk, dit is trouwens Restore Justice in the Name of Art. Ja, die vier dingen op een rijtje. Ja, tussen twee stopcontacten. Ja. Hé, hey, die zijn weg, de stopcontacten. Ja. Ja, gefotoshopt misschien. Dat is heel knap. Dat is heel knap. Maar de herkenbaarheid van jouw stijl, ook van presenteren, is iets dat je daar bezighoudt of is dat spontaan gebeurd? Nee, maar dat kun je alleen van buitenaf zien. Je merkt ook niet dat je ouder wordt, toch? Dat zeggen andere mensen opeens. Ik was vanmiddag op een opening bij Jan de Bie in Breda. Een prachtige tentoonstelling, Jan de Bie in Breda, allemaal naartoe gaan in het Breda's museum. En er zei ook iemand, lang niet gezien, we zijn alleen ouder geworden. Je merkt het zelf niet, dus... Mm-hmm. Je kunt jezelf niet zo goed bekijken. Hè? Mm-hmm. Ja. Dus ontwikkelingen. Ja. Ik geloof ook niet zo echt. Is er nog zoveel ontwikkeld? Er zijn wel veranderingen, maar ontwikkelingen... Wordt je werk beter, vind je dat? Ja, natuurlijk. Ja. Ah, dus toch een ontwikkeling. Ja. Nou, ik weet niet of dat een ontwikkeling is, maar het kan niet anders dan beter worden. Hè? Ja. Dat is maar een manier van zeggen. Hè? Ja. Het betekent niks, zeg maar. Hè? Ja. Het wordt beter, want wat is het? Nee, wat is dan... wat is het criterium voor beter? Ja, je kunt goede schoenen hebben als ze niet slijten of zo. Mm-hmm. Kunst slijt sowieso niet. Hè? Maar ik heb soms het gevoel, als ik jouw werk van de jaren 80 bekijk, en ik zei werk van nu, ik vind het werk van toen heel goed en nu ook heel goed, maar ik zie daar eigenlijk bijna een vlakke ontwikkeling in. Een werk van de jaren 80 zou perfect nu in deze tentoonstelling kunnen staan, en het ding zou niet opvallen als zijnde een ouder werk van Henk Visch. Maar dat vind ik hartstikke mooi, man. Ja. Want ik heb ook het idee dat ik dus, dat is heel goed, want ik heb het ook het idee dat ik nou, ze vragen wel eens, waar begin je? Hè? Zeggen ze, waar begint, als u nou werk maakt, waar begint u dan? Mm-hmm. En, zoiets zou ik nooit vragen. Nee, maar bijvoorbeeld, hè, het is best een goede vraag. Begin je met een schetsje of zo? Of met bier, kan ook. Maar ik begin in het midden, zeg ik altijd. Dat is natuurlijk
natuurlijk om iedereen op een dwaalspoor te zetten. Maar toch zegt het wel iets. Hè? Ik begin gewoon in het midden. Dus in die zin is het een... mijn werk breidt zich alleen maar uit naar alle kanten. Mm-hmm. Maar ontwikkelt zich in die zin niet. Mm-hmm. Ja, goed antwoord is dat. Nee? Dat is een heel goed antwoord. Moet je nog gebruiken, ja. Ja, dat is een goed antwoord. Ja. Toch geloof ik ook, maar, ja, ja. daarnaast, dat een onvoorbereide toeschouwer die Henk Fisch niet kent en in deze tentoonstelling binnenwandelt, denkt dat hij in een groepsentoonstelling aanbeland is. Ja, nou, ik hoop dat ze eigenlijk denken dat is Henk Fisch. Ja. Dat hoop ik eigenlijk, natuurlijk. Ja. Maar stel nu iemand die jouw werk niet kent, die loopt binnen bij Tim van Laargel en zegt dan, hey, leuke groepshow, ik zie figuratieve werken. Ja, maar die zegt dan, dat is een prachtige tentoonstelling, zegt hij. Ja. Ja. Die zegt dan, dat is een fantastische tentoonstelling. Want potverdikkie, wat is dat nou voor werk? Dat is trouwens een ongelooflijk humoristisch werk, omdat het maar één paal is die op de grond staat, die andere die zweeft. En die blijft alleen staan als hij onder spanning duwt. En dat werk, dat ronde werk heeft, I want everlasting peace. Dat is een kinderlijke wens, hè. Dat wil iedereen, maar toch gebeurt het niet, gek genoeg, hè. Mm-hmm. Dat andere aluminiumwerk, wat... Dat heet... Met die gaten in. Met die gaten in. Het heet Two Friends, No Story. Dat is heel verdrietig natuurlijk, want geen verhaal te hebben is heel erg. Hè? Wij kennen elkaar al heel lang. Ik kan zo verhalen vertellen over jou. Mm-hmm. Ja, ik heb jou daar zien gestaan, ik heb jou in Lommel gezien, we hebben gesproken enzovoort, we hebben koffie getrokken. Dat zijn allemaal verhalen. Dat is bijna met niemand die je ooit gezien hebt, waar je geen verhaal hebt. Mm-hmm. Zelfs iemand die je niet kent, maar toch gezien hebt. Ik heb vanmiddag nog iemand gezien, die heeft mij niet gezien. En toch had ik een verhaal. Ja. Ik heb een verhaal. Ja. Dus als je dan ook nog two friends, dat veronderstelt dan... De een is een vriend van de ander, denk je dan al snel. Hè? Je denkt niet, die ene vriend heeft daar in Cuba een vriendin... en die andere vriend heeft... Hè? Dat die vriendschap zeg maar, op iets anders betrekking heeft dan op elkaar. Je denkt, maar Henk, hoe dat verhoudt, zijn vrienden van elkaar. Hoe verhoudt en die hebben, wat geen, die hebben geen verhaal. Ja, dat is intriest. Maar hoe verhoudt... Dat is het ergste wat je je voorkomt. Maar wat je nu vertelt... Ja, dat is zo erg. Wat je nu vertelt, hoe verhoudt zich dat tot wat we zien? Wat we horen nu? Hoe, hoe moeten we dat in verband brengen? Het werk is ook niks. Het werk is ook eigenlijk een heel pijnlijk werk. Ik zal je het vertellen. Ja, het is mislukt is nog deftig. Het is een pijnlijk werk. Is dat het werk dat je niet wilde tonen? Jawel, jawel. Ik wilde het heel nadrukkelijk tonen, omdat het een ongelooflijke onindruk op mij maakte toen ik het zag. Een onindruk? Nee, een indruk. Een grote, een ongelooflijke indruk op mij maakte. Ik heb eigenlijk... ik had een heel groot stuk spiro... Nee, dus foam. Hè? Dus piepschuim, styrofoam. Piepschuim. En daar ben ik met mijn handen als een zot, zeg maar, gewoon in gaan graven. Alsof je iets aan het zoeken was. Toen ik nog voor 58 zeg maar, bestond, toen groef ik ook wel eens in het zand bij het strand bijvoorbeeld. En dan kun je zo ballenbergen maken. En je kunt heel diep onder in het zand gaan. Dat is een heel bijzondere sensatie dat je dus... met je hele lichaam in een ander lichaam gaat eigenlijk. Hè? Want het strand, dat is ook een soort lichaam, hè. Dat is heel sensueel, heel bijzonder. Nou, dat heb ik eigenlijk gedaan. Ik had het liefst uit willen eten, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. En het is maar een verlangen, zeg maar, die heel even opkomt. Maar met mijn handen heb ik dat allemaal eruit gehaald. En dat op zo'n klont piepschuim is een heel werk. Ik ben 2,5 dag bezig geweest, dat alleen maar zo graven. Dat is als je daar een uur mee bezig bent, denk je dat je gek bent. Want ja, waarom zou je dat doen, hè? Je kunt net zo goed dat in losse delen maken en aan elkaar plakken. En als je een beetje had je toen al dat aluminiumwerk in je hoofd? Het is een aluminiumwerk, ja. Hè? Had je toen dat aluminiumproduct in je hoofd? Je al, nou, ik hoopte dat het een aluminium... Ik hoopte dat het een kunstwerk zou worden, want... Ja. Maar je had nog geen idee van materiaal? Nee, nog niet. Nee. Nee, dat weet ik eigenlijk nooit. Ik weet vaak niet van tevoren hoe het eindigt. Ik weet wel, bijvoorbeeld dit werk, weet ik wel ongeveer hoe dat voorkomt. Met dit werk heb ik voortdurend de afwezige penis in mijn hoofd. De afwezige penis? De afwezige penis, ja. Ik zie daar voortdurend, maar dat is mijn perversie, ik zie daar voortdurend een verticale penis op de plek waar de jongens die hebben. En ik zie die dus dat die er niet is. Hè? En dus daarom is dat zeg geliefd werk. I want everlasting peace betekent dan ook niks anders dan... laat het in godsnaam ooit eens ophouden, dat driftleven, die seksualiteit, kan er niet peace komen enzovoorts. Mm-hmm. Hè?
al die spanningen en al dat gedoe, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dus dit werk laat dat zien. We hadden het ergens anders over, hè? Over die... Piepschuim en aluminium. Piepschuim en aluminium, ja. Dus ik heb het doorgegraven, dan denk je dat je gek bent, want het is niet te doen en het is ook helemaal niet echt... ziet er ook niet echt volwassen uit als je zelf zo door in het piepschuim zit te graven. Je denkt, ja, ben je nou een serieus artiest, hè, als je dat doet? Maar goed, daar ben ik al lang overheen, dat soort ondermijnende... zelf-esteem, hè? Dus dat je je eigenwaarde gaat verliezen, daar heb ik al geen last meer van. Want daar moet je als kunstenaar natuurlijk heel erg makkelijk doorheen kunnen. Hè? Je moet je eigenwaarde natuurlijk volledig kunnen verliezen. Mm-hmm. Hè? Toch dan moet even je ook tijdelijk opzij zetten. Even, ja, maar flink ook kunnen verliezen. Je moet het verlies kunnen nemen. Mm-hmm. Nou, Faber noemt het wel eens de keizer van het verlies, hè, de kunst. Mm-hmm. En... maar goed, zo is dat werk eigenlijk een ellende geworden. Dat werk. En daarom dacht ik, nou, Two Friends, weet je wel, ik en dat werk, no story. Het was leuk, maar we hebben het er verder niet over, snap je? Ja. Het was leuk, maar we hebben het er niet over. Ja. Sans parole, hè? Ja. Zoals mijn buurman zegt. Mm-hmm. Ja. De autohandelaar dan, hè? Ja. Wat me ook opviel, is dat je voor je bronzen beelden een bijzonder gekleurd patina hanteert. Ik zag groen, rood, blauwachtige tinten. Tinten die je niet associeert met patina's of brons. Hè, want dit is een klassiek patina, zou je kunnen zeggen. Dat ook relatief. Hè. Ja. Maar dat rood, hoe kom je bij dat rode patina van dat beeld van daarnet bijvoorbeeld? Of dat groene, blauwe? Het ziet er een beetje onsmakelijk uit. Ah, heel soms. Goed. Dat is onsmakelijk is natuurlijk een hoogst belangrijke deel van het smakelijke. Hè? Mm-hmm. Het onsmakelijke is natuurlijk ongelooflijk belangrijk in het smakelijke. Hè? Dus dat is geweldig. Deze tentoonstelling wilde ik de huid van de werken heel bijzonder hebben. Mm-hmm. Voor deze tentoonstelling maakte ik ook wel bronzen werken. Die waren dan meestal met zilvernitraat behandeld. Dat is een beetje technisch, maar het is ook niet zo technisch. Dat is gewoon een chemicaliën wat je erop smeert en dan gaat dat oxideren en dan wordt het zo grijzer. En dat vond ik fijn omdat je dan de contour krijgt. De contour van het werk, dus de vorm krijg je heel goed te zien. Maar je verliest de huid. En ik wilde eigenlijk dat je zowel een soort schilder-kunstige ervaring had als de vorm. Dus dat het samen gaat. Mm-hmm. En ik ben daar zelf ontzettend blij mee. Sommige heb ik ook zelf gedaan. Maar dat schijnt een heel ingewikkelde... dat is niet zo makkelijk patineren. Mm-hmm. Maar het is een heel bijzonder proces. Ja. Als je sommige werken moet je ook aanraken, vind ik. En dan voel je dat iets eruit, dat die voelen alsof het stof is. Ze nodigen ook uit tot streel. Ja, ze zijn helemaal zacht geworden, dat ijzer. Omdat er zitten soms wel drie koesjes, hè? Hoe zeg je dat? Mm-hmm. Drie lagen... oxide overheen. En dat groeit en dat groeit en dat groeit. Dat is net een mos wat erop zit eigenlijk. Mm-hmm. Het wordt daardoor ook plantaardig en natuurlijk. Is dat gebeurd dat je een Ik ben er zelf blij mee, ja. Ik heb dat, ik werk dan samen met een gieterij die weet wat die moet doen om iets te bereiken. En ik zeg dan, zo wil ik. Is dat gebeurd dat je bijvoorbeeld zo een gedurfd patina op een beeld zette en daarna dacht van, dit werkt niet? Ja. En dan kan je dat dan makkelijk terug... Oh, ja, ja. Ja. Ah, okay. Ja, kun je afbranden of ijzer, chloride overheen doen, ja. Nee, je kunt ongelooflijk veel dingen mee doen. Mm-hmm. Over de huid is ook in de erotiek natuurlijk een van de belangrijkste zinorganen, hè? De huid. Vergeet me wel eens maar. Mm-hmm. Maar het is wel zo. Mm-hmm. Oké. Okay. In het dossier gaan ook enkele tekeningen. Hè? Wat is het statuut voor jou van die tekeningen? Zijn dat zuiver autonome werken of beschouw je die als een context voor de sculpturen of meer als een soort illustratie van hoe je denkt of hoe je werkt? Want die tekeningen bevatten ook tekst en zo. Ja. Zie je die als een geïsoleerd geheel of meer als een soort van richtlijn voor de kijker om hem ergens toch ook te begeleiden? Ja. Want het zijn geen studies of zo, hè? Nee, het zijn geen studies, nee. Het is zo, ik... Teken je veel? Ik wil eigenlijk heel veel tekenen. Ja. Dus ik heb voortdurend de wens om te tekenen.
En vaak komt het er niet van. Klinkt heel lullig, maar het is zoiets bestaat er ook. Ja, als je ook, de hele tijd in piepschuim zit te graven, dan komt het niet. Dus dat klinkt allemaal zo lullig, maar het komt er soms niet van. Mm-hmm. Het is ongelooflijk fijn om met een pot thee een hele middag te zitten en alleen maar te tekenen. En ik heb daar vaak een groot verlangen naar. Zeetje, ja. Ja, mm-hmm. Om dat te doen. En dat heb ik. En dus die tekeningen hebben. Die zijn. Ja, dat zijn fases dat ik dat doe. Ik heb bijna al deze tekenen die er hangen, die heb ik in Beijing gemaakt. Beijing ligt in, dat is de hoofdstad van China. En ik ben daar een maand geweest om aan de kunstacademie daar een workshop te doen met zowel met Duitse als met Chinese studenten. En dat was natuurlijk heel vermoeiend, omdat ik er elke dag was. En omdat, dat is allemaal heel ingewikkeld. Communicatie en heel inspirerend en heel vermoeiend. Maar het gekke is, in plaats van te gaan slapen, omdat je dus, als je moe bent en je hebt heel veel gepraat, ik weet niet bij jou is, maar bij mij gaat dat allemaal nog een keer rond. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk twee levens, hè. Eentje dus, zeg maar zo, vannacht zal ik, voor ik inslaap, ik wil je niet ermee belasten, hè, joh, maar zal ik dit gesprek en terug afspelen, helemaal weer terugspelen. En mijn best had ik toen niet beter dat gezegd. Maar ik zou het vooral willen wissen en dat lukt niet. Ah, ja. Dus ik krijg dat niet gewist. Ja. En ik slaap dan toch in met een bepaald gevoel. Dat ik dan denk, god, het was toch leuk enzovoorts. En dan kan ik inslapen. Maar vervolgens draait dat door en word ik met zweet wakker. Want dan denk ik, daar had ik moeten stoppen. Of ik had meer moeten zeggen. Of enzovoorts, enzovoorts. Dus alles gebeurt twee keer, hè? Eén keer in het echt en één keer in je hoofd, zeg maar. Hè? En dat krijg je vaak niet uit, ook niet. Maar ik heb nu ontdekt dat als je dus ik was daar vaak dan na die 30 jonge Chinese, ambitieuze, intelligente, opwindende, beeldschone, jonge mensen, die heel intelligent zijn en ambitieus, dat je de hele dag mee gepraat had en meestal 99% van de tijd een misverstand oplossend, hè? En dat is ook zwaar. En dan ging ik dan naar huis. Ik had een appartement. Maar, en dan had ik een fiets ook. En dan ging ik fietsen en dan ging ik op straat ook zitten. Zeg maar Chinees eten als een Chinees. Ik voelde me ook een Chinees. Ik wist ook niet, ik was ervan overtuigd dat mensen die mij zagen dachten dat daar een Chinees iemand zat. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dus ik maakte me los eigenlijk, het was een losmakingsproces. Hè. Ik dook onder in het straatleven van de Chinezen, maar vreemde straathoeken at ik dan niet op. En vervolgens was ik dan zo moe en gelukkig kon ik dan slapen. Maar toen ben ik gaan tekenen eigenlijk. Toen dacht ik, nou weet je wat, nu ga ik gewoon tekenen in plaats van slapen. En dat gaat ook. En als je dan tekent, dan slaap je daarna veel beter, omdat je dus recyclingproces tijdens het tekenen doet. Ja. Dus als je niet kunt slapen, Johan, tekenen. Mm-hmm. Of schrijven. Of schrijven. Het is serieus zo. Ja. Het is serieus, dan herhaalt zich het niet meer. Dus en ik heb tekenen heb ik dus al, dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven, ook als jongen, zeg maar als kunststudent. En het heeft me ongelooflijk veel houvast gegeven. En mijn zelfbewustzijn doen stijgen en ook mijn eigen waarde ontwikkeld. Mm-hmm. En ook, het heeft mij heel veel goed gedaan. Mm-hmm. Dus er is heel veel verlangen vaak, omdat ik er niet meer toe kom, om weer te gaan tekenen. En zo zijn deze tekeningen eigenlijk ontstaan. Mm-hmm. En dat is heel bijzonder geweest, voor mij in ieder geval. Mm-hmm. Maar ze hebben dus niets met de tentoonstelling te maken, behalve op het moment dat ze dus daar hangen, dan zijn ze deel van de tentoonstelling. Maar ze zijn niet, ze hebben niet er is niet een vooropgezet plan dat ze dus in de tentoonstelling een bepaalde rol moeten vervullen. Behalve dat dus, ik had een serie tekeningen gemaakt die gingen over why. Dus waarom, hè? Ik geloof niet dat die er hangen, nee. En nu hangen er tekeningen die waar het lichaam centraal staat. Mm-hmm. Ja. Gebeurt het dan soms toch dat je vanuit een tekening tot een nieuwe sculpturale vorm komt, of zijn het gescheiden werelden? Eerder andersom. Okay. Ja. Ik kom, de vorm van mijn beelden komen niet vanuit het visuele. Mm-hmm. Dus die komen nooit uit een tekening. Dus, maar een tekening kan ook een conceptueel idee zijn, hè? Ah, dat ja, dan ja, grafisch ja, vertaald wordt. Het zijn eigenlijk gevoelde lichamen, ja, in plaats van geziene lichamen. Ja. Het zijn gevoelde lichamen. Het past niet bij het realisme natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Mijn werk is niet realistisch. Hè? Mm-hmm. Okay. Je hebt een opleiding in de grafiek genoten, als ik me niet vergis. Ja. Groot woord, hè, opleiding. Ja. Ja. Ja.
Een groot woord, ook een belangrijk woord. Een heel belangrijk woord, ja. Hoe ben je vanuit, want dat boeit mij, hoe ben je vanuit grafiek, dat toch een doorgaans tweedimensionaal medium is, naar die volwaardige driedimensionale praktijk? Is dat een breuk geweest of een evolutie? Of waar heeft zich dat gemanifesteerd? Want je hebt geen training als beeldhouwer gekregen. Hè? Nee, ik ben op de kunstacademie toen ik 20 was één keer naar de beeldhouwafdeling gegaan. En toen heb ik ook werkelijk in steen gehakt, ik geloof een week lang. Wat ik erg fijn vind, omdat ik het fijn vind om lichamelijk te werken. Dus ik was helemaal blij dat ik dat kon en kon hameren. En had ik een prachtig beeldje gemaakt. En omheen had ik een ijzeren constructie gemaakt. En toen zei Marius van Beek, wat in Nederland een hele belangrijke kunstenaar was, hij is helaas overleden. Hij heeft veel oorlogsmonumenten gemaakt en een bijzondere man was. Heel welbespraakt en met een groot archief in zijn hoofd. Marius van Beek die zei, je maakt land art of je maakt het niet, Henk. En ik wist helemaal niet wat hij bedoelde. Je maakt land art, Of je maakt het niet. Nee. Dat zei hij toen tegen mij. En toen dacht ik, ja, maar ik weet helemaal niet wat land art is. Mm-hmm. Dus ik weet niet eens wat het omgekeerde daarvan is. Ik weet helemaal niks eigenlijk. Dus ik ben van schrik nooit meer daar geweest. Oei. Ja. Maar daar ben ik ook wel blij over geweest, hoor. Want, en waarom dan toch? Afdeling grafiek, daar moet je niet te veel van voorstellen. Is 1968, 1972, toen waren de scholen natuurlijk onderhevig geleid. Werden die allemaal door leraren die volledig actief waren in de democratische processen van de wereld. Dus het lesgeven was daar eigenlijk een soort experiment voor hem, hè, voor hen. Om zeg maar die democratisering gestalte te geven. Nou, daar ben je natuurlijk als 18, 19-jarige natuurlijk flink de dupe van, hè. Okay. Je wordt verplicht je te zeggen tegen iemand van 35. Ik zei, meneer, maar u bent 36 en ik ben 19. Ik kan toch niet je tegen u zeggen? En dat was ook waar. Ja. Dus dat was het effect van mei 68 dat ze daar niet voelen in het atelier? Dat was rampzalig, zeg maar. Ja. Dus... maar ook allemaal goede dingen waren er ook wel, hoor. Zoals ik vroeg me dat af, want in maar daar heb ik dus nooit beelden gemaakt. En dat was echt om die reden, dat ik dacht, oh, wacht even, ik snap hier niks van. Maar, en toen ben ik, toen heb ik eigenlijk 10 jaar niks gedaan, een heleboel gedaan. Bijvoorbeeld kinderen opgevoed en straattheater gemaakt en piano's gerestaureerd in een bedrijf. Daar heb ik ook wat geld verdiend. En toen, toen ik 30 was, dacht ik, nou moet ik eens iets serieus gaan doen. En toen begreep ik dat iets serieus doen is gewoon een object maken. Iets maken wat... Dat er niet is. Wat lastig is om weg te doen. Snap je? Een stuk papier, een tekening, ja, dat kun je verfrommelen en het is weg. Je gooit het in de kachel, het is weg. Je doet het in een la, het is weg. Maar een beeld kun je niet... daar moet je toch wat meer voor doen. Hè? Moet je een auto voor hebben en dan naar de stort brengen. Daar moet je echt iets voor doen. Dus iets in de wereld zetten waar je niet omheen kan eigenlijk. Ik wil concreet... spoor nalaten. Om concrete dingen maken. Dat is eigenlijk mijn verlangen geweest om beelden te maken. Ja. En dat was enorm, ja. In de tijd dat je opleiding genoot, eind jaren 60, begin jaren 70, had je zeker ook in Nederland een ongelooflijke belangstelling voor minimal art, conceptuele kunst. Ja, ik had helemaal Stedelijk museum, het Van Abbe Museum in Eindhoven, bracht al die dingen. Ja. Was je daarin... Nee, geen enkele manier. Nee. Daar wist je niks over. Solowit, Carl André, al die helden. Nee. Dan Flavin. Nee, daar vond ik nou echt helemaal niks aan. Nee, maar je zag het wel. Je kende het, of niet? Ik zag het wel, maar ik denk, wat is dat voor... Ja, ik vond er echt helemaal niks aan. Dat kwam absoluut niet over. Mm-hmm. Later wel natuurlijk, hè. Mm-hmm. Dan ben ik nog geen grote fan hoor van Donald Judd, maar het is natuurlijk toch heel bijzonder. Ik vraag natuurlijk omdat jouw werk daar eigenlijk tegenovergestelde van is. Het is heel ik vrij. Ging ook niet naar musea. Ik ging ook helemaal niet naar musea. Ik was eigenlijk helemaal niet met kunst bezig, tot mijn 30ste. Ja. Nee, gek genoeg, je memoreerde net dat ik veel in Antwerpen ben. Antwerpen is voor mij inderdaad een bekendere stad. Hier heb ik als voor het eerst alleen rondgelopen, zeg maar, zonder mijn ouders, om het zo te zeggen. En dat is ook een heel bijzondere ervaring. Dit is de stad waar ik eigenlijk voor het eerst mezelf als iemand die in de wereld staat. En waarom kwam je dan in Antwerpen als jongeman? Liften. Ja, en waarom? Om te reizen? Ik geloof dat het dichterbij was in Amsterdam en dat trok me eigenlijk vreselijk aan. Dat was exo. Mijn familie komt uit Amsterdam, daar was ik wel eens geweest. Maar. Dus ik dacht, ik ga naar Antwerpen. Zo ben ik ook vaak naar Brugge gegaan, naar het Groningen Museum, Vlaamse primitieven bekeken. Dus ik was helemaal niet bezig met sculptuur en ook echt niet met kunst maken. Ik was meer bezig met kunst kijken.
Mm-hmm. Ja. Je geeft ook zelf les of je begeleidt jonge kunstenaars, heb je net aangegeven, in China, maar ook in Duitsland en zo, in Nederland. Heb je daar een principe voor of bepaalde methodes die je daarvoor hanteert of niet hanteert? Ja, heel graag. Ja, dat vind ik ontzettend fijn dat je dat vraagt. Nee, dat is echt zo. Dat vind ik ontzettend goed ook dat je dat vraagt. Want je moet inderdaad iets... je kunt niet zeggen, doe maar wat. Ga maar naar een wit vel papier staren, wachten tot de inspiratie jou tot een tekening brengt. Want dat werkt, dat is natuurlijk misselijke opdracht. Hè? Want dan dat werkt niet. Hè? Mm-hmm. Is het afgelopen? Ik denk dat we moeten gaan stoppen. Maar is dat precies op maat of tijd? Ja, het is ongeveer een uurtje. Dit was mijn laatste vraag trouwens. Dus ik ben ook blij dat het een goede vraag is. Dus het is op de laatste. Dus. Ik geef lessen sinds 1983. Hè? In 1980 ben ik begonnen met kunst. Mm-hmm. 1983... In 1980 begonnen met kunst. In 1982 was ik in Piers 1, had ik een studio daar. Mm-hmm. En in 1983 verkocht ik eigenlijk al mijn werk, kon ik ervan leven. Hè. Spectaculair natuurlijk. Dat is enorm snel. Dat is spectaculair, ja. Maar goed, ik heb daar niet veel in te brengen. Dat komt in je schoot geworpen. Maar toen gaf ik ook les op de Rijksacademie in 1984. Dus sinds 1984 heb ik om de vijf jaar wel lesgegeven, dan een paar jaar niet en vijf jaar wel. En ik heb in die tijd natuurlijk tot nu toe, geef ik nog les. Stuttgart lesgegeven, Münster. Is het eigenlijk... het grappige is van een kunstacademie, dat is echt heel bijzonder, dat je dus niet alleen een plek is waar je je met kunst bezighoudt, passief en actief, maar dat het de plek is waar je volwassen wordt. En dat wordt nog wel eens vergeten. Doet hij het niet? En dat wordt wel eens vergeten. Maakt niet uit, we hebben alles gezien. Hè? Ja. En dat wordt wel eens vergeten. Dat, het dus, dat je dus zonder een pedagogisch programma eigenlijk zinloos staat te oreren op een kunstacademie. En mijn plan, nou heb ik niet een echt plan, maar toch als ik eerlijk ben, en dat doe ik ook, dan heb ik toch een soort plan. En dat is, ik ondersteun eigenlijk de jonge studenten. Maar ik kijk wel of dat zinvol is. Dus ik probeer erachter te komen waar iemand zich mee bezighoudt. En dan probeer ik, en als ik dat merk, door middel van werken die iemand maakt, dan stimuleer ik hem ontzettend. Ik ondersteun hem, dat het in godsnaam doorgaat. Mm-hmm. En geen moeilijk gezeik van dat heeft Donald Judd al gedaan of Den Vleval al gedaan. Of Kassel al gedaan. Mm-hmm. Of iedereen ook gedaan. Nee, ga door. Laat gaan, doorwerken, supporten. Dan kom je erachter wat je wil. Mm-hmm. Dus mijn idee over de kunstacademie is dat het een plek is waar je volwassen wordt, waar je eraf komt en dan weet wat je wilt. En dat kan zijn dat je een kunstenaar bent. Of weet wat je niet wil. Ja, omdat het, precies, kan ook zijn. Hè? Ik hoop eigenlijk dat je weet wat je... Ja, kan ook zijn, maar ik hoop eigenlijk dat je weet wat je wil. Hè? Ja. En dat kan van alles betekenen. De een wordt bakker, de ander gaat antiekhandel beginnen enzovoort. Ik heb dat ondertussen uitgevogeld dat in Europa dan, hè, in Europa, de kunstacademie van Europa, daar is 1% van de studenten besluit, zeg maar, om kunstenaar te worden. Mm-hmm. En gaat dus een praktijk ontwikkelen van tentoonstellingen. Mm-hmm. En je gaat jouw brieven sturen enzovoort. Snap je? En die belt mij op enzovoort. Mm-hmm. Dat is 1% van alle studenten. En de 99 andere procent, die komt in de horeca terecht? Die 99% die komen vaak heel goed terecht. Van die 99% komt er 80% die vindt na 1 jaar, dat wil zeggen de Rietveld Academie is dat, 80% na 1 jaar vindt een job waar ze geld mee kunnen verdienen. Dat is spectaculair hoog. Mm-hmm. Maar dat is dan niet in de kunsten, maar het kan aanverwant zijn. Hè? Kan culturele sector of... culturele sector of een mooi restaurantje waar iedereen wil eten. Galerie beginnen. Dus een kunstacademie... kijk, in Nederland willen ze de kunstacademies stimuleren en honoreren op de excellentie, hè? Dat topmodel. Ja. Ze willen eigenlijk van die 100 die alleen die ene hebben. Ja. Maar ze vergissen zich... Ze hebben niet door dat niemand weet wie die ene is. Mm-hmm. Dat je er dus 100 nodig hebt om die ene ooit te komen. En die ene die bepaalt dat zelf of die dat wil zijn of niet. Mm. Daar kun je ook niks aan doen. Je kunt alleen alle studenten, alle jonge mensen ondersteunen
in hun ontwikkeling, in wat zij willen zijn. En dan blijkt er wel iets, dan gebeurt er wel iets. Ja. En die enige die komt er wel, maar dat is niet mijn doel. Ja. Maar ik heb heel meerdere studenten, dat is ook echt 1% ongeveer, die ik ken in de loop van de jaren, die inderdaad tentoonstellingen maken, zich in de kunstwereld tonen, manifesteren. Ja. Ja. Mm-hmm. Oké, okay. Ik had net aangekondigd dat mijn laatste vraag was, dus nu is het aan jullie. Zijn er dingen die niet ter sprake zijn gekomen en die jullie nog graag even hadden besproken gezien door Henk? Er is een onderzoek gedaan naar de studenten van de Rietveld Academie, dat was 5 jaar geleden, dat 80% van de studenten van de Rietveld, dat is de normale academie in Amsterdam, dus niet een hogeschool, niet een HISC of zo, dat 80% daarvan na het examen een beroep vindt, waar ze geld in kunnen verdienen, buiten de kunst. Ja, dat is toch heel spectaculair, hè? Nou ja, niet in de, wat wij dan de kunstwereld noemen, zeg maar. Of puur als kunstenaar, tentoonstellingen enzovoorts, hè? Ja. Dus het is een opleiding, bijzonder. Een veelzijdige opleiding. Dus het is een fantastische opleiding, want ik denk dat 80% dat je, als je dus als je een ander beroep, zelfs bij artsen is het niet zo hoog misschien, want die staan weer werkeloos en die zijn afhankelijk van allerlei soorten verzekeringsmanipulaties. Ik ken jonge artsen die geen werk hebben. Dus het is nog niet zo slecht, hè? 80% voor een opleiding die eigenlijk opleidt in niks, zeg maar, hè? In zelfreflectie. In zinloos vervelen, zoals je daar straks... Verveling, hè? Dus professioneel vervelen, ja. Dat die toch fulltime 80% vervelen. Geld oplevert. Hè? Dat is niet slecht, hoor. Ja. Oké, okay, nog vragen? Ja, daar is iemand. Wij kennen elkaar, Harry. Dus als je tegen mij u zegt, dan maak je me verlegen. Nee. Het zelfportret. Oh, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Nee, dat is ook weer typisch iets wat je van buiten kunt zien, maar dat kan ik niet zien. Want ik kan mezelf niet zien, hè. Dus dat is een pijnlijke zaak, maar het is wel zo. Hè? Je kunt jezelf niet zien, dus... zelfportret. Dat had ik ook niet begrepen, dat er zelfportretten in jouw beelden zaten. Wel, ja? Ja. Ja, maar goed, dat staat het dan? Maar het is deze. Onvermijdelijk. Hè? Ik heb zelfs wel, bijvoorbeeld toen mijn moeder vroeger taarten pakte, die had maar 1 taartmodel, dat was de appeltaart. En toen dacht ik, heb altijd gedacht, daar lijkt zij op. Ja, dat is niet flauw, dat is niet om flauw te zijn, hè? Maar het is wel waar, het is echt waar. Ik herken onmiddellijk, ik zie nog wel eens hier in een winkel, dan zie ik een appeltaart en denk ik, hey, dat is van mijn moeder. Dus zelfportret is natuurlijk een ruim begrip, hè? Ja, je ziet sowieso in je werk natuurlijk. En meestal bedoelt men daarmee visueel. Ik werk eigenlijk niet vanuit een visuele wereld. Ik werk vanuit een gevoelsrelatie in de wereld, hè? Dus ik werk eigenlijk met mijn ogen dicht, zeg maar. Dus een gelijkend portret, ik kan het nog niet maken. Ik kan het niet, ik kan het niet schetsen. Ik kan het niet. Ik heb het ook nooit geleerd, hoor. Maar ik heb het blijkbaar nooit geambieerd. Dat is een groot verschil. Dus in die zin zijn het, in overdrachtelijke zin, is alles wat ik doe natuurlijk een zelfportret. Maar dat geldt voor iedereen waarschijnlijk. Hè? In ieder geval voor mijn moeder wel. Ah, een taart, ja. Nog vragen? Niet meteen? Eenmaal, andermaal? Oké, dan rest mij enkel Henk Fisch hartelijk te bedanken voor zijn openhartigheid en zijn mooie verhalen. Jullie voor jullie aandachtige aanwezigheid weer al vandaag. En ik wil ook even meedelen dat de volgende Artist Talk plaatsvindt op 4 december met Michael Wolf. Dank u en tot ziens. Oh, dan speelt... Je speelt mooi. Nee, dat is goed. Ah.